Ze hebben zich al verzameld zelfs, maar het is nog zo vroeg. Goedemorgen kinderen, hopelijk hebben jullie dit weekend flink gestudeerd met jullie ouders. Vandaag is namelijk de test, zijn jullie voorbereid? Hey, goedemorgen Brigitte, je bent al begonnen, dat wist ik niet, ik dacht op tijd te zijn. Goedemorgen, dat is niet zo erg, we hebben enkel kort wat besproken, je kunt rustig naar de anderen gaan. Ja, Connor, ga naar uh, Mian Sarah. Hé, hey, goedemorgen Mian Sarah. Hé hey, Julian, het is er hand? Het is de grote test, weet je wel? Welke test? Kom een leraar of zo van de school die test of wij al naar school kunnen of niet. Oh nee, dat klopt ook helemaal vergeten. Oh man, ik moet naar huis of zo. Ik kan het niet. Ik kan die test niet maken. Oh. Zo lieverd. Zo direct gaan we van start. Jullie kunnen eerst nog wat spelen of iets eten. En dan gaan we naar boven. Ik ben super goed voorbereid. Ik heb het hele weekend geleerd. Ik ook. Mama en papa zeggen dat het gaat lukken. Hmm? Um, Brigitte, ik wil je wat zeggen, maar dat mag niemand anders horen. Kun je even hier komen, alsjeblieft? Ach, Julian, maak je geen zorgen. Brigitte, um, ik, moet hem, ik, 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 moet, ik moet naar huis. Het gaat niet zo goed met mij. Me. Ik moet echt naar huis. Ach, kom, je bent gewoon wat zenuwachtig. Mm. Hey, Hé, Sarah, waar is Mia naartoe? toe? Mia is al opgeroepen, zij is de eerste. Wat? Oh man, ik wil haar om hulp vragen. Dit gaat me niet lukken hoor. Ach, onzin, dit lukt je wel. Nee, echt niet. Nee. Goedemorgen, ik ben mevrouw Hermand. Je hoeft enkel aan te kruisen wat je al kent. Heel simpel, dat kun je wel. Hmm, er zijn een aantal zaken die ik thuis heb geoefend. Dit is niet zo moeilijk, dit kan ik wel. Ja. Oh, Sarah, dit komt niet goed. Ik ga alles fout beantwoorden. Oh, man. Ach, Julian, doe niet zo gek, dat lukt je wel. Echt niet. En dat betekent gezeur. Eerst van Brigitte, dan van mama en papa. Oh man. Helemaal. Ik ben klaar. Dat was echt niet moeilijk. Ik kon veel goed beantwoorden. Een aantal had ik fout, maar dat was niet erg. Ik mag waarschijnlijk toch naar school toe. N oh super. Ik hoop dat we dan in dezelfde klas komen. Ik hoop dat de test mij ook lukt. Pff, ik moet iets bedenken. Ik kan vandaag niet in de opvang blijven. Ik moet op de een of andere manier naar huis. Ik moet iets bedenken. Die test, dat geef ik gezeur. Omdat ik alles fout ga doen. Oh nee. Julian, sta je niet zo aan. Dat was helemaal niet moeilijk. Je hoeft het niet in je broek te doen hierover, hiervoor. Jawel. Sarah, kom je naar boven? Je bent de volgende. Veel succes. Oké. Okay. We zien elkaar zo weer. Tot zo. Veel succes. Brigitte, ik moet naar huis. Echt waar. Ik heb last van die Echt waar. Ik moet nu naar huis. Echt, Julian? Nee, maar ik heb buikpijn. Ik merk het zo meteen, denk ik. Mm. Julian, je moet je geen smoesjes bedenken. Je bent nerveus. Ontspan je. De test is niet zo erg als je denkt. Oh. oh, sowieso wel. Ik ga zakken voor de test en dan zijn mama en papa boos en dan mag ik niet meer skateboard of nog erger. Dan krijgt Emma mijn skateboard. Nee. Oh, man. Julian, doe nu even rustig. Het is echt niet moeilijk. Mij is het ook gelukt. En Sarah lukt het ook. En jou sowieso. Ja, maar jullie hebben geoefend. Ik niet. Ik was enkel met jullie al zonder weg. Oh, man. En ik heb een nieuwe tablet gespeeld. Oh, wat erg. Oh. Ah, jij moet Sarah zijn. Ga maar zitten, dan beginnen we. Daarvoor je ligt de tas, pak een pen en begin maar. Mia is het ook gelukt, dus jou lukt het ook. Oké, okay. ik heb ook geoefend, dus dit gaat lukken. Mia, hm. ja, ik weet niet hoe ik nu verder ga. Wellicht word ik uit de opvang gegooid, omdat ik zo slecht ben. Ach, onzin. Dan moet Emma in de... Oh nee, dan moet ik met Emma in de klas. Oh nee. Wel nee, doe niet zo gek. Hé hey, allemaal, het is me gelukt. Het was echt niet moeilijk. Super! we eens eerlijk, was het echt niet zo moeilijk? Nou, oké, okay. ik had niet alles goed. Super, dus ik ga alles fout hebben. Oh man, oh jee. Zo Julian, jij bent de volgende, dus hup naar boven. Eh, uh, dat gaat niet, Brigitte. Want uh, mama heeft gebeld naar hier, ja ja, en, en, en zei dat ik naar huis moest, want ik moet op Emma passen. Sorry, ja. Ik moet gaan, doei. Julian. Geen smoesjes nu. Je moeder had mij dan wel op de mobiel gebeld. Zo nu pak je je bij elkaar en ga je naar boven. Oh ja, ook oh, ik wil de test niet doen. Ik ga het sowieso niet halen. Misschien, misschien val ik wel een Brigitte. Ja, ja, dan moet ik naar huis. Ik val hier gewoon. Oh, oh, daar ga ik, daar ga ik, daar ga ik. Au, briefies, briefies. Ik ben gewond. Ik kan de test niet doen. Ik moet naar huis naar het ziekenhuis voor de komende tien jaar. Sowieso. Oh, 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 oh. Julian, even serieus. Je bent niet gewond en je hebt je laten vallen. Ik zag het toch. Oh man, je ziet ook alles, alles. Julian, ga nu naar boven. Je kunt dit. Echt waar. Ik duim voor je. Oh, hallo. Um, ik geloof ik zit hier verkeerd. Ik ga maar naar beneden. Nee, nee, je zit goed. Ik ben mevrouw Hermond. En jij bent Julian, toch? Ja, uh, nee, nee. Nee, ik ben niet Julian. Ik uh, ben Julia. Oh. Oh, dan heb ik het verkeerd gelezen. Julia-vogel dan. Dan ga maar zitten. Nee, oké. Okay, ik ben maar Julian. Ja, ja. Ik ga zitten. Het is al goed. Hmm. Um, en hoe gaat het met u? Gaat alles goed? Oh, dank je, zeer goed hoor. Wat heeft u ontbeten? Ach, daar hebben we het later wel over. Eerst de test. Oh, nee, nee, nee. U moet eerst wat ontbijten. Ik haal u wel wat muesli, oké? Okay? Stop, stop, stop. Ik heb al ontbeten. Kom op. Julian, je kunt dit naar je plaat, dan kunnen we van start. Oké. Okay. Nou, Sarah en is het ook gelukt. Dus jou lukt het, ook. lukt het ook. Daar ligt een pen voor je. Simpelweg zitten en het juiste aankruisen. Zit ik je goed? Is het zo goed? Prima, nu kort je mond houden en de test maken. Oké. Okay. Oh man, oh man. Ik kan het niet eens lezen. De meeste letters hier ken ik niet. Enkel mijn naam schrijven, dat kan ik. Nou ja, enkel aankruisen, dat lukt wel. Oké, okay. bedankt. Oké, okay, dan moet ik maar raden. Misschien heb ik toch nog eentje goed. Oké, okay, ik begin hier. Ik begin, oké. Okay. Of, of wil je nog een bijten? Nee, begin maar. Oké, okay, dat was het. Ik ben klaar. Oh man, oh man. Ik hoop dat ik niet te veel gezeur krijg. oh kunt wel naar beneden, Julian. Komt goed. Oké. Okay. Eens kijken naar zijn test. Oh, mijn god. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt in mijn carrière. Oh, wauw. Hey Julian, hoe ging het? Ja, hoe was het? Wat anders. Een grote mislukking. Ik krijg zoveel gezeur. Ik zie het al gebeuren met Emma mee. Oh, en dan ieder morgen die kokklub van mama die komt en mijn skateboard weg en. Oh, man oh man. Een uh, Brigitte, heb je een momentje? Ik moet kort met je spreken over Julian. Over Julian, wat heeft hij nu weer gedaan? Prima, mevrouw Hermans, dan spreken we elkaar even. Ik kom wel even naar jou, Brigitte. Nou, wat Julian gedaan heeft, dat, dat is echt niet te geloven. Oh, nee, oh nu, nee, schat, dan naar Brigitte. Was het zo slecht? Nog niet eentje goed? Oh, man. Oh. Oh, nee, ik geloof dat Julian is gezakt voor de test. Hopelijk krijgt hij niet te veel problemen, ze dus heeft het nog niet eerder over de test gesproken. Zoiets heb ik nog niet meegemaakt. Julian heeft echt alles compleet goed. Werkelijk? En dat binnen een paar seconden. Echt perfect. Je hebt gewoon een genie hier in huis. Julian Vogel, een genie. Dat had ik niet verwacht hoor. Ja, hij had echt alles goed. Zelfs vragen die schoolgaande kinderen nog niet goed hebben. Het is ongelooflijk. Sarah ja, Mia, wanneer ik uit de opvang moet, hè? beloven jullie dan toch nog vrienden te zijn en langs te komen? Natuurlijk, we zijn vrienden voor altijd. Ja, oké, okay, mooi. Als het zo zit, dan moet ik nodig met Julian spreken. Dan is hij hier wellicht niet op de juiste plek. Ja, precies, dat dacht ik dus ook. Hij moet dan aan opvang voor hoogbegaafden. Dat lijkt me beter. Julian, kom je even uit de ballenbak? Ik moet je even apart spreken. Moet dat echt? Kan ik niet hier blijven? Nee, kom mee. Julian, ik moet nodig met je praten over de testuitslag. Daar viel ons namelijk iets op. Mm. <laughs> jullie, jullie hebben echt een buitengewone vriend hoor. Oh ja? Echt? Nou Julian, even over de test. De uitslag verwondert mij zeer. Brigitte, um, het spijt me echt. Ik wilde je leren, maar ik was te vergeten. Ik was met Julius en ik heb een nieuw kamer gekregen en een tablet. Het is de schuld van mama en papa, Ach, waar. Ben alsjeblieft niet boos op mij en smijt mij niet eruit, oké? Okay? Oké? Okay? Julian, ik ga toch niet boos zijn. Ik wilde je prijzen. Je hebt echt een geweldige test gemaakt. Alles was goed als enige. Je bent de eerste die dit is gelukt. Wat? Huh? Ja, Julian, je bent een genie. Echt geniaal. Wat? Julian, een genie, dat kan toch helemaal niet? <laughs> nee, echt niet. Julian, zoals het er nou uitziet, is deze opvang niet genoeg voor je. Hier is niet genoeg uitdaging. Je kunt beter naar eentje voor hoogbegaafd gaan. Wat? Maar ik heb de antwoorden geraden. Ik wist ze helemaal niet. Brigitte, ik wil niet weg. En of ik een genie ben, nou, dat weet ik eigenlijk zo net nog niet hoor.